De koning van is Spanje, heb ik altijd geëerd. Na 2,5 jaar is het dan weer zover. De stad wordt overspoeld door hardlopers. De Leiden Marathon gaat van start. De hele marathon, de halve, de 10 en de 5 kilometer en de kidsrun, allemaal in één dag. Iedereen heeft er enorm veel zin in. Staat te trappelen, willen graag PR's lopen of een oefenrondje voor de Rotterdam Marathon. Wat dan ook, iedereen is super blij dat ze weer echt mogen lopen met de Leiden Marathon hier in Leiden natuurlijk. Tjeerd, moest je een traantje wegpinken toen ze weggingen? Ja, je kan af en toe gewoon even niks zeggen, Ednan. Dan kan je maar beter even je mond houden. Klaar. Dat is wel moeilijk voor mij, maar... Ja, het is gewoon een historisch moment. En laten we eerlijk zijn, we hebben 2,5 jaar gewacht met z'n allen. Er zijn heel veel mensen overleden, ziek geworden. Moet je kijken wat we met z'n allen hebben meegemaakt. En dat we dan nu weer, notabene als eerste grote hardloopwedstrijd in Nederland, mogen draaien. Ja, waanzinnig. We zijn zo gelukkig dat we met z'n allen weer kunnen hardlopen en er een fijn feest van kunnen maken. En toch de ruimte houden. Hè? Want we hebben alles oversized ingekocht. Grote tenten, zodat iedereen ruimte kan houden en zo. Dus dat doen we allemaal wel. Maar het belangrijkste is dat gewoon iedereen weer, of we weer hardlopen. Volgens mij komt u helemaal uit Nijmegen. Ja, klopt ja. Ja. Nou ja, ik ga een maat van mij aan een mooie tijd helpen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik hier in Leiden aan het lopen ben. Je bent de haas vandaag. Ik ben vandaag de haas, ja. Ja. Ja, dan ben ik wel benieuwd wat voor een tijd er gelopen moet gaan worden. Onder 3,50 gaan we voor. Goedemorgen, ik hoorde dat jij Running Ronald bent. Klopt helemaal, ja. En nu eindelijk weer met publiek, hè. Ze was erbij 2 jaar geleden, of 1,5 jaar geleden. Toen liep ik hem solo. En in november weer solo. En toen dacht ik van vorig jaar, van nou nog een keer, of dit jaar nog een keer, in mei nog een keer solo. Ik denk, nou, laten we maar wachten tot oktober. En nu zijn we er. En het is echt fantastisch weer om mee te doen. Eindelijk weer lekker lopen. Heerlijk, ja. Daar hebben we best wel spanning. Sinds zo'n lange tijd geleden. Dus maar gaat goed komen. Al eerder hier in Leiden meegedaan? Zeker, ja. Ja. Dit is mijn tweede keer. Ja. Wat maakt een marathon Leiden zo leuk? Ja, de sfeer, de organisatie, alles. Ja, en een mooie route natuurlijk. Ik ben er goed voor, ben er klaar voor. Mijn zus ook, mijn tweelingzus staat achterin. Dus, maar we moeten apart starten, dus vandaar dat ik voor sta, zij achterin. Dus zij gaat me inhalen. De voorbereiding voor de Marathon Rotterdam, die gaan wij met z'n vieren lopen. Dus ja. Dit is even een warming-upje. Warming-up, precies. Generale repetitie. En wat wordt de tijd die jullie in Rotterdam willen gaan lopen? Ik wil voor de bezemwagen uitblijven. Hoe is het om nou weer na zo lang alle coronaperikelen weer lekker met een startnummer op te mogen lopen? Ja, lekker. We hebben zin in. Het is goed weer. Ja, ik moet nu even inhouden, want ik heb hem inderdaad vastgeprekt aan mijn velletje. Maar nee, dat gaat goed komen. Is leuk. Hier vroeger was de 10 gelopen, de 5, maar nee, de halve is de eerste keer hier. Dus halve sinds een hele lange tijd. Had je goed getraind? Ik heb blessure gehad. Dat is 1,5 maand terug corona gehad. Best wel lang mee gerommeld. Maar de laatste weken gewoon goed kunnen trainen. Een beetje op de fiets gezeten, gelopen. En best wel een mooi resultaat vandaag. Mooie medaille verdiend? Zeer zeker. Erg moe in ieder geval. En hoe ging het? Fantastisch. Ja, lekker. Heerlijk weer. Dus mooie omgeving. Genoten. Gaaf loop. Heel gaaf. Vooral langs de kant, ook bij de dorpen. Hele enthousiaste mensen. Ik krijg er energie van. Echt leuk. Dit is de eerste keer omdat ik uit Hongarije kom. En ik studeer hier aan de Universiteit van Leiden. Dus dit is mijn eerste keer om in Nederland te lopen. Is goed bevallen? Ja, heel goed. Nou, dat is helemaal mooi gelukt, toch? Ja, ik ben niet ontevreden. En hoe was het om weer na zo lang weer een lekkere marathon te kunnen lopen? Ja, toch wel even wennen weer. Maar veel aanmoediging langs de weg. Heel goede sfeer. Ook met de lopers onder elkaar. Dus helemaal top. Diep op ja, dames en heren. Marco Stolwijk. Yeah. Eerste Nederland goed jaar. En de eerste geboren. Hij was wel een keer. Geboren getogen. Heerlijk. Ik heb er geen woorden voor. Heerlijk weer. Organisatie top. Alles zat mee vandaag. Ik
had een geweldige haas. En Sarah, dankjewel Dick. En ja, redelijk constant kunnen lopen. Ruim 7 minuten van mijn PR afgelopen. Ja, ik heb nooit echt vertrouwen in mezelf. Maar mijn trainer die mee fietste, Bram, die zei ook van je kan veel harder, je kan veel harder. Ja, op een gegeven moment lag ik ver voor. Toen heb ik eigenlijk alleen maar plaats gelopen en genieten van ja, Lage Rijndijk opkomen. En ja, het is geweldig. Ongelooflijk. Onze eigen Michael Stolwijk. En ja, de aanleiding is natuurlijk vervelend, want we hebben moeten bezuinigen en konden dus geen buitenlandse lopers aantrekken. Maar ja, dat biedt wel kansen aan regionale en lokale toppers. Het is toch leuk, een Leidse winnaar bij de Leidse Marathon.